Er staat er op elke maand zo'n heilige geschilderd, Chris. Ah ja, Gilbert, kijk maar. Zie. Zit hier precies in een kerk? Het zal er je aan herinneren, Fanny, dat meer dan 3/4 van de wereldbevolking gelovig is. Christenen en protestanten, mohammedanen, israëlieten, boeddhisten. En juffrouw Puys? Ik weet dat anarchisten niet eens een kalender hebben. Onze tijdrekening moet nog beginnen, verrast dan ook. Nou ja, binnenkort het jaar 1, het jaar 2. Het derde jaar na van hier. Dames en heren. Directeur. Goeie, het zijn er niet veel, zie ik. Gaat er in de kous voor het begin van het jaar? In ieder geval mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja. Nietwaar? En dat ik over het oude jaar helemaal niet tevreden ben, hè? Mannekes, we zijn weer een boel achter met ons werk, hè. En ik ben weer eens bij de directeur-generaal geroepen, hè. Nu dacht ik toch echt, toen ik u zag binnenkomen, die komt ons uitnodigen op zijn nieuwjaarsreceptie. Nee, van hier, daar steek ik mijn geld niet in. Het is maar dat andere directeur. Andere directeurs doen wat ze willen, hè. Andere directeurs zijn misschien tevreden over hun onderdanen. Als er één woord is dat ik niet kan verteren, is het woord onderdanen. Daarom gebruik ik het ook, hè, kameraad. Ja, dat is helemaal beter. Ja. Hallo? Huh? Een Engelsman, denk ik. Ja. Hallo? Yes? Wat, hè? Een Engelsman. Dan ga ik komen werken. Spreek het eens wat duidelijker, de pisser? Ja, maar stik het er dan in als je met mij telefoneert? Oh, het werd kapot gebeten. Ja. Op wat? De karkas van een kalkoen. Luister, de pisser, gebied of geen gebied, tanden of geen tanden, je komt werken, hè? Er is het gebied toch niet van nodig, heet het u? Wat is dat van uw gehemelde? Het is gekwetst. Ontstoken. Luister, de pisser. Je mocht er zo mogelijk genezen zitten, hè. We zijn een boel achter mee het werk, hè. En op 14 dagen tijd moet alles bargebied zijn, hè. Het hoort, hè. Ja. Allee, toch nog gelukkige neef, hoor, hè. Je kunt toch nog lachen, allee. Ja, salut, hè. Ho, ho. Op een kalkoen. Het zal wel een ordinair soepkeken geweest zijn. Ja, we kennen hem van die. Hallo, Verrastenhoven. En dat Adelbert, jongen. Ja, Adelbert. Ja, verwacht ik ook niet veel goed nieuws van ze. Ah, uw papa heeft griep. Influenza, ja. 39 graden koorts. En hij zei bedlegerig ook. Ja. En transpireren doet hij, ja. En zuchten, ja. En braken, ja. Dat ziet er een serieuze griep uit, hè. Ja, ik zal het meedelen, ja, Adelbert. Doet hem de gelukkige nieuwjaar, hè. Een zalig en een gelukkig nieuwjaar voor u en uw papa, hè. En evenveel voor mij, dank u. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over het werk, hè. Nee, dat niet. Dag, Adelbert. Het was Adelbert. Hallo, met Henk. Hallo? Allemaal goed, per se? Ja, Paul, ik heb het gehoord. En de pisser is zijn gebied weer kapot gebeten, hè? Oh, ja. Erg, hè? Dag. Mag ik mij voorstellen? Henk Driessen, hulpbode. Huh? Ik breng u de correspondentie. Ah, dat is goed. En Baconfoy? Wie? Baconfoy, il est. Ah, meneer Baconfoy heeft congé genomen. Congé? Midden in de winter? Zust of dat niks is, hè? Dat is helemaal niks, denk ik. Ik ga skiën. Nee, zijn vrouw is in het ziekenhuis opgenomen. Voor observatie. En daarom... Je ziet, van nee, soms zijn we toch een klein beetje rap met onze opmerkingen, hè? Ja. En daarom kom ik hem vervangen voor een tijdje. Maar meneer Baconfoy heeft mij gevraagd om dat aan directeur 10 Pond mee te delen. Dat is dat gebeurd, hè, jongen? Ik ben directeur 10 Pond. Nee. Hoe nee? Ik ken dat. Op kantoor houdt men de mensen ook wel eens voor de gek. Dat is goed, hè. Zielig, jongen, die niet goed, dat is goed. Dus ik ben 10 Pond niet. Nee. Dat is goed. Begrijpt u wat dan? Ja, ik begrijp het. Nou, gaan we. Ik ook, Paul, ik ook. Wil jou wel beter, per se? Is er iets van mij, hè? Hoe is uw naam? Ik kom dan directeur generaal. Wie was dat? Directeur Paul 10 Pond. Dan heb ik een rotfiguur geslagen, hè? Niet mee inzitten. Ha doet zelf niet anders. Ja, cool. Ja? Nee. Maar wie oud is dat bursche? 50. Dankzij. Nou ja, het is ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ja. Seine Gage. Nee, dat macht ja gar nichts aus. Nee. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Kogler.
Ja, met Oostenrijkers moet je een mondje Oostenrijk spreken, of ze verstaan je niet, hè? Natuurlijk. Het ging om een skileraar van mijn jongste dochter. Vorig jaar had ze een jonge type aan de hand, je kent dat wel, een charmeur. Ja, ja, zo zijn ze allemaal, hè. Ze heeft daar dan wat last mee gehad, je kent dat. Ze is nog maar 19, hè. Oh. Ja, daarom heb ik dit jaar een wat oudere heer gehuurd. Ja, pas op, hè, Jan. Pas op, hè, die verhoudt de 50. Moet je mij oppassen? Ja, natuurlijk, ik weet wel, ik weet wel. Zeg, hoe is die met die van jou? Francis? Theo. Och ja, natuurlijk. Francis dus. Francis, dat is van Zuilen. Dat was Zuilen, ja. Ja. Zeg, die zit er ook mee, hè? Ja? Ja, die heeft te doen met een zwarte. Dat is nu. Enfin, een bruine. En die zit er nu ergens op een zolderkamertje, maniok te eten. Maniok, mof. Nee, hoor, je regeert hem, hè. Ja, ik denk dat ik dit jaar maar eens een paar weken in de sneeuw ga zitten. Ah, ja? Ja, juist dacht ik nog naar de Caribische eilanden te gaan. Maar met dat daar zoveel over verteld wordt... Ja. Zeg, met die typisten is dat ook voorbij, hè? Ja, dat is voorbij. Dat is voorbij, ja. Dus je zegt in de sneeuw. Ja. Zeg, 10 pond. Die directie van jou, hè? Ja, ik weet het, Jan. Ik weet het. We staan weer achter, hè. Maar je zit daar ook met een stel paljassen. Klonen, hè. En dat zijn er weer zeker. Dus je bent weer niet van plan bij te werken? Moeilijk, hè. Moeilijk, hè. En tijdelijke? Oh ja, met tijdelijke. Ja. Je weet, dan zijn er 5 op komst, hè, van het plan. Ja, maar pas op, daar heb ik er dan zeker 2 van nodig. Hè. En is dat voldoende? Oh, dat is zeker, Jan, dat is zeker. Oh ja, vooral als ik van die zit in de plaats van Vrastenhoven. En Vrastenhoven... Op een toilet. Oh, zeker. Ja. Deze jaar doet mijn Adelbert zijn plechtige heilige communie, hè. Maar ik heb met hem al gezegd, hè. Adelbert, zeg ik, dan moet je niet gaan denken dat je dan al meerderjarig bent, hè. Ja, en toen blak mijn gebied, hè, mannen. Maar onze zee kan er nogthans goed gereed maken, hè. Kalkoen met Brusselsto, hè. Dat deed ik graag. Ja, Jean, varkens zijn daar zot op, hè. Wat u nodig hebt, Hubert, van zo te doen? Ja, ik doe niet aan het werk van 3, zo zal het zeker niet meer vooruit gaan. Zeg eens, ik heb goed nieuws, hoor. Ik zal voortaan geen koffie meer moeten maken, want vanaf 1 januari is er een zekere mevrouw Jackie Severijns benoemd als koffiedame. Jackie, dan is het niet waar dat madame Arabel terugkomt. Ah, nee, vermitsier. Jackie Kennedy, welkom at the White House. Ik ruik hem al, de koffie. Mm. De koffie is klaar, zegt men. Niet getalmd. Marcus, beleefd zijn, hè. En Marcus, uw koffer betalen, hè. Per se, kom je mee? Ja. Dames en heren, neem me veel plezier. Zit dat maar bij, meneer. Kijk, meneer, ik zal het u uitleggen. Die mensen, die zijn een beetje verrast. Want... Zie, dan ga je altijd naar de mensen hun knoppen als je met iemand klapt. Hè. Dus, Paul, zul jij me een paar weken moeten vervangen? Oh, ja, maar Jan... Ja, jij bent de oudste directeur nu. Ja, maar... En Tuurlings is op disponibiliteit gesteld, dat weet je toch? Ja, maar met al mijn eigen werk er nog bij. Kom, 10 pond. Je moet een oude aap geen smoelen leren trekken, hè? Nee, natuurlijk niet. Ah. Nee. Sorry, 10 pond. Ja, ik kan nog altijd geen frisdrank aan aanbieden. Dank je wel. Van na de vakantie heb ik al naar een frigo gevraagd. Nog een frigo? Ja, maar het enige wat ik te horen krijg is, meneer de directeur-generaal, u hebt een frigo. Oh, god. En ik heb er geen. Maar natuurlijk niet. Maar volgens de papieren zou ik er een moeten hebben. Nou, zie jij er een staan? Nee, niet zo direct, nee. En juist, hetzelfde gaat het met mijn aquarium. Mijn aquarium ook? Bij hoog en bij laag beweren dat ik een aquarium heb. En ik heb er geen. Maar, zie jij er een staan? Zie, dat is goede cognac, hè. Tienbond, het enige wat je te doen hebt is een paar keer per dag naar boven te komen, een paar handtekeningen te zetten. De secretaresse zal er wel voor zorgen dat je geen stommiteiten begaat. Ja, Trouwens, daar zijn ze voor, hè. Anders zou ik ook niet weten wat er door kan en wat niet. Natuurlijk. God, dat zou je goed staan, hè. Een aquarium. Ja. Ja, niet slecht, niet slecht. Misschien brengen ze die wel eens, zeg, terwijl ik op vakantie ben. Zie dat als ik terugkom dat alles hier staat. Dat zou best eens kunnen zijn. Waarom niet, hè? Hoe dat gebeurd is. De dames en heren kennen toch nog zeker wel de crisiswet van de 4 augustus 1978. Ja. Maar weten die er nu ook wat dat allemaal in staat?
Alle betrekkingen moeten openstaan voor de tweegeslachten. Oh. Ik zie hier achter aan die nightclub al een buitenwipster staan. Ik vind dat toch niet nodig van de vrouwen zomaar alles te laten doen. Je werkt ook, juffrouw. Oh, maar als ik trouw, hè, dan blijf ik toch thuis. En wie zal het gelukkigste zijn? Vraag het maar aan ons ma. En meneer Vanille. Ja. Voilà. En dan heb ik nog nieuws voor je. Oh, ja, dat zal je veel plezier doen, hoop ik. Ja, doe gerust je jas uit als het hier te warm is. Och, nee, het zal wel gaan. Jij moet die tijdelijke opleiden. Laten lesgeven? Huh? Waarom niet? Ja, maar ja, dat toch lesgeven? Ja, ik ken natuurlijk het werk door en door, hè. Maar lesgeven? Ik kan ze natuurlijk uitleggen wat ze moeten doen, hè. Als directeur? Ja, maar als directeur, maar dat is zover een klas gewoon stond. Ja, ik heb het toch een beetje warm, hè. Zeg, Verrastenhoven? Verrastenhoven niet. Allee, zeg, die net een aanleg voor ze. Jij? Oh, maar Jan Lustert, nee, is mijn eigen directie verzorgen. U vervangen. En dan nog les gewoon geven. Een paar weken. Daarna kun je weer een heel jaar op je gat zitten. Een heel jaar? Kon hij eens even zitten? Nee, per se, dat zal niet pakken. Maar om het werk te doen vooruit gaan, Van Gie. Om het af te remmen, ja. Hij is uw dienstchef, hè, Van Gie. En als dienstchef zit ik waar ik wil, Van Gie. Op de schoot van Verrastenhoven als je wilt, maar niet hier. Op de schoot van Verrastenhoven, ze. Maar hij bedoelt dan niet letterlijk, Filemon. Mag ik hier zitten, Van Gie? Dat moet je aan Chris vragen. Zit maar, meneer Per se. Oh, excuseer. Ja, maar nee, doe maar. Ja, maar dat neemt ooit gewoonte. Nee. Ze mag leeg. Oh, ja? Ja? Ja, allee. Ja, moet maar zo goed niet zijn, hè. Oeh. Ja, maar je moet mij niet overslaan. Met, oh, dat is goed en mogelijk. Allee, houd eens even vast. Ja. Want ik heb nog goed nieuws voor je. Nee, laat het dood. Ja, maar ik moet niet meer roeren. Tijd is genoeg geweest, Jan. Officier in de Leopoldsorde. Oh, proficiat, hè? Ja, maar nee, ik niet. Ik ben al groot officier in de... Jij? Oh, ik? Ja, jij? Oh, ik? Ja. Oh, ga alleen school, hè. Ja, eigenlijk zou ik het nog niet mogen zeggen. Nee? Nee. Maar de papieren zijn toch door de koning getekend. Ja. Wel, het doet me plezier dat hem dat inzie. En dat... de stukken liggen klaar, de brevetten op buitenlandse zaken. Maar dus... dat is zover, ja. Ja, oh, ze staan op het punt van op mijn bureau te vallen. Oh, maar ik zou je wel moeten vragen van ze niet uit te delen. Nee, want dat zijn er wel een stuk of 10. Oh, niet ooit, die. Niet uit te delen. Wachten tot ik terug ben. Dat is een zaak die mij toekomt. Ja. Felicitatie. Ja. Mijn mama en brevet die orde. Dus... Niet doen. Niet ooit hier. Niet uitdelen, wachten. Ja, wachten. Wacht maar. Maar ondertussen ben ik toch al officier, hè? Ja, maar je zou het niet mogen weten. Nee. Dus discretie geboden. Pas. We weten van niks. We weten van niks. Zeg, Jan, zit er reet om vast? Nee, maar dat is niks. Het doet me toch heel veel plezier. Dames en heren. Dames en heren, vandaag zal alles nog tamelijk normaal gaan, maar vanaf morgen zal dat helemaal anders zijn. Ten eerste staat er voor u een groot officier-commandeur in de kroonorde van Leopold, een tweede. Dat kan niet, zo'n titel bestaat er niet. Jawel, Verrastenhoven, speciaal gesticht voor mij. Ik ben vandaag geridderd door de koning. Maar vermits het nog van buitenlandse zaken moet komen, is het voorlopig nog een geheim waar dan niet mag over gesproken worden. Dus... Heeft hij niet wat te veel alcohol gebruikt? Nou ja, Chris. Allee, stilte daar op de achterste rij. Chris Bedlo, heeft uw vader nooit de pinkste te veel op gehad? Daar heb je toch geen zakens mee, directeur? Nee, dat is juist. Het moet u ook niet verwonderen als je mij af en toe naar boven ziet tienen. Want ik moet een directeur-generaal voor de 14 dagen vervangen die een prijs gaat. Naar China. Ze beginnen risico's te nemen, de Chinezen. En ten tweede moet het u ook niet verwonderen als ik op andere tijdstippen weer af en toe naar boven tien. Want ik moet dan 5 tijdelijke die hier op onze dienst komen werken les gaan geven. Ja, dat had ik verwacht, Verrastenhoven. Maar weet je wat een directeur-generaal die Jan tegen mij gezegd heeft gezegd, je mag nemen wie dat je wilt voor les te geven. Doe het desnoods zelf, heeft hem gezegd.
Man, die frasten over. Woorden van een directeur-generaal. Nee, per se, goed voor de moraal. Ja, ja, ik weet ook wat goed is voor de moraal. Ja, hier, ze. Ja, lassen. Ja, niks te kort doen. Ze wachten, directeur. Ja. Waar is hij gezet? In de kantine. Ja, dat is goed genoeg voor die mannen. Voilà. Dan is gaan gewoon initiëren met een 48 business. Dan is gaan gewoon uitleggen hoe dat ze ingecorporeerd kunnen worden. Ja, dat is zeker die juistverresten over. Geïncorporeerd. Ja, merci. Geet gelijk. Voilà. Marcus, de twee beste, hè. In mijn ogen natuurlijk, hè. Die zitten keer op onze dienst. En die zullen nu eens leren wat dat werken is. Oh, zo is gaan we onderaan nemen, ze. In zijn ogen. Dag, heer. excuseert. Iets vergeten. Is er iets, directeur? Dat zijn precies allemaal afgedankte staatssecretarissen. Ja, dat is zo tegenwoordig, hè. Pakken wat je kunt krijgen. Ah, je bent nog niet begonnen. Voilà, dat was het dan, mijn heren. Een algemeen overzicht van het werk dat op deze tak van het ministerie gepresteerd wordt. Wat nu betreft de verschillende directies waarin u zult terechtkomen, daar zult u vanzelfsprekend vernemen van de betrokken personen het werk dat daar zal dienen gepresteerd te worden. Voor degene onder u die nu bijvoorbeeld op mijn directie zullen komen zitten... zitten werken, zal ik hen zelf persoonlijk op de hoogte brengen van wat er dient gepresteerd te worden. Ik zal de tijd vermaken, alhoewel ik natuurlijk een directeur-generaal moet vervangen, die momenteel in Oostenrijk zit. Hè? Ja. Ik bedoel, vergadering met ministers en zo van alles. Niet wel. Maar als er nu onder u nog enkele zijn die misschien een vraag te stellen hebben, dan ben ik wel ter beschikking. Wel, wat denkt meneer directeur over de maximumtolerantie van breuklijnen die onontkoombaar ontstaan in de piramidale structuur ten gevolge van de falende corresponderingspotentie tussen de intellectuele niveaus met onadequate diploma's met als resultaat een efficiënte erosie in de doorstroming from top to bottom? Ja, meneer, daar heb ik twee antwoorden op. Ten eerste, daar zijn de secretaressen voor, nietwaar? En de tweede manier komt niet op mijn dienst. Ik had het kunnen denken. Inderdaad, dat overkomt mij nooit meer. Als een tientonner denkt dat het werk daarmee zal vooruitgaan... Hij heeft hen toch alles uitgelegd, hè? Een tientonner. Zeg, Gilbert, zou dus een dopkaart bij hebben? En een eetzakje. Mag ik even uw aandacht, alstublieft? Komt u binnen, heren. Voilà. Dat is meneer Driesmans en meneer Menot. Monet. Merlin? Monet is de naam. Ja, dat is meneer Menot. Dat is Van Hee, dat is De Pesser, dat is Verrastenhoven. Dat is Chris Berlo. En ging erachter zit onze dienstchef per se, maar daar moeten we voorlopig niet al te veel rekening mee houden. Ja, aangenaam hier. Maar, meneer Driesmans, als u wilt plaatsnemen aan het bureau van meneer Verrastenhoven. Ja, Verrastenhoven, u neem ik weg uit het arbeidsproces. Maar dat kan u niet menen. Ik meen dat ik het meen. Ja, dat vind ik nu toch ook een klein... Het is goed, De Pesser. Dan ga ik naar huis. Nee, ga gewoon niet naar huis. Ik heb ander werk voor u. Schuif op. Meneer Driesmans, alstublieft. Oh, maak het u gemakkelijk. Alstublieft. Voilà. En voor u, meneer Menot, staat... Monet. Merlin? Monet is het. Ja, meneer Menot, er is een bureauvraag inder. Als u daar wil plaatsnemen, dan kan u ook direct aan het werk nemen. En vanaf nu, Jean De Pesser, vanaf nu, geen twee of geen drie dossiers per dag, maar 20, nietwaar? En dat malting is 220, nietwaar? Oh, je denkt dat ik niet weet hoeveel dat we hier achter staan op het werk. En binnen 14 dagen zijn we alles bijgebiend, hè? De rest van de stond dus niet te staan. Kom met mij mee. Dag, mannen.
Zeg jongens, we gaan te rap, veel te rap. Stoort het jullie dat ik rook? Ja, dat heeft hij gezegd, 10 pond. Jij bent een goed psychiater, zei hij. Jij kan goed spreken. Ga bij Percé zitten en tracht hem uit zijn lethargie te halen. Zei hij lethargie? Nee, dat woord kent hij niet. Hij zei iets helemaal anders. Wat? Tracht jij hem uit... Nee, ik zeg het niet. Dus het woord lethargie komt van u? Van mij, ja. Hoe durft gij zeggen dat ik lethargie heb? Omdat je het hebt. Hoe kunt u gaan nu weten dat ik dat heb? Alle symptomen wijzen. Zou een dokter misschien of een psychiater of een zielkundige... Maar een kind kan zien wat jou scheelt. Dan kan het waar zijn als de laatste waar is, want gij zei dat kind. Oh, beledig me maar. Ik ben beledigd voor... Wat heb je dan wel? Niks, lethargie. Als je dan nog één keer zegt, dan smaak je hier de deur uit. Ik moet van 10 pond. 10 pond? Je moet gaan zus niks van 10 pond. Ga bij hem zitten, bij onze kleine daar en pak hem zijn tutor af. Dat heeft 10 pond gezegd. Tutor? Dat is per se, hè. De dienstchef die is de laatste tijd een beetje aan het doortrappen. Omdat zijn vrouw hem heeft laten zitten. Ja, en dan Verrastenhoven, de onderchef, hè. Dat is één die denkt dat de mannen alleen weten. Hij weet ook veel, hè, Jean. Hè? Ja, maar wat doet hem ermee zijn tijd verprutsen? Zeg, getrouwd is het niet zeker. Nee. Ah, meneer had dat al... Oh! Betekent dat of betekent dat niet? Ja. Wel, ga zegt, per se, ga hebt slaapzucht. Maar ik kan niet slapen. Geen enkele nacht kan ik slapen. Ik lig al nachten wakker. Hoe kan ik dan lethargie hebben? Omdat je thuis niet slaapt, slaap je hier overdag en dat noem ik lethargie. Wie slaapt er hier overdag? Ah, jij? In de andere betekenis van het woord. Maar als er hier iemand is die slaapt, dan... Dofheid, hè? Besluiteloosheid. Maar als er hier iemand besluiteloos is, dan zeg ik uit, ze. Ik. Ja, maar waarom heeft een tientel er iemand anders weggejaagd? Omdat jij mee besluiteloosheid, het werk tegenhoudt. Het werk gaat niet vooruit met u. Dat lijkt misschien op een besluiteloosheid, maar ik ben nu besluiteloos. De grootste besluiteloze van alle ministeries, dat ze de gaat. Schijn, jij, ja. Het is tientel op aandacht, ze de maten voor de slaterlozen. Ja, en de tientoller heeft ook nog gezegd... Ik moet niet weten wat een tientoller is. Ik zeg het toch. Kan jij niet zorgen dat hij wat kloeten aan zijn lijf krijgt? Jongens, we gaan te rap. Ik verwittig u, hè. Ja, we zijn inderdaad de stiel aan het bederven, hè. Dat is mijn probleem. Onavontuur. Ik weet geen blaaf met mijn vrije tijd. S'avonds en in de weekends. Ik ga eraan kapot. Doe iets. Wat? Het geeft niet wat. Pak een paar dossiers mee naar huis, zoals ik. Ach, ik heb hier al niks te doen. Ik pieker. Gebrek aan karakter. Ik heb geen karakter. Zwakkeling. Ga, kent mij niet, verrasten. Zemelaar, dat ben je ook. Zeg eens, maar nu is het genoeg geweest. Zet eens aan de deur als je karakter hebt, maar dat heb je niet. Eruit, zeg ik. Ik blijf. Eruit, zeg. Ik blijf. Ga, gaat ze. Moet ik aan het afspraak voor de Ierse commansen? Ga, ventje, dat je er zat. Ierse. Eruit, zeg. Wilde man. Wat denkt dat ventje wel? Eruit, zeg ik. Rabau, eruit! Ik heb moeten optreden, hè. Ik moest optreden. De overste beledigen. Niet met persteken, hè. Excuseer, heren. Hoe ver sta ik hier? Gaat het zo wat vooruit? Acht, al. Op mijn kantoor brengen. Ik ga... En wel, hoe is het afgelopen? Hij heeft me met klikken en klakken buiten gesmeten. Zo woest heb ik hem nog nooit gezien. Dat zijn alle goed beginnen, hè? Maar ik heb wel heel lelijke dingen moeten zeggen. Ja, ik had ze toch voor gezegd, hè? Ja, maar ik heb er nog wat bovenop gedaan, hè. Allee. En ja, nog even wat de pissen ervan mokt. Nog zo eens, hè? Pas op, hè, Percy, pas zo op, hè. Nog zo bleef, Driksen. Mag toch mijn gedacht zeggen, zeker? Dus je denkt dat ik dat allemaal moet slikken? Waar heb je hem verweten, Jean? Van alles. Maar toen dat ik hem zei, dat is hij meer dan een maand niet meer gewassen. Toen was een maat vol. We zijn bezig met een therapie om hem te genezen. En dat ik stink, dat is niet waar, hè? Een psychiater zou beter zijn. Ja, Mira, maasje, ik heb een bad genomen. Zeker? Ja, ik zweer het. Maar dat hemd hier, dat is... Doe het maar vlug uit, ik heb hier niet gekocht. Ja, eerste, pak aan. Zeg, het zal toch de goede maat zijn, ja, trek het nu maar aan, hè, voor er iemand binnenkomt. Ja, maar wat is dat hier nog, ze? Ja, ik voel het al aankomen, ze. Die mouwen zullen weer te lang zijn, zoals altijd. Mijn hele leven lang heb ik met hemden gelopen waarvan de mouwen te lang waren, ze. En Angèle, hè? Trek het nu aan, Angèle heeft er geen enkel willen inkorten. Altijd met hemden gelopen waarvan de mouwen te lang waren. Oh, die zeurt dan van u, hè? Zeur. Wel, ik stel voor, hè, vanavond na 5 uur, als iedereen weg is. Oh, dat is goed. Het gerief heb ik al, hè. Oh ja, dat is toch niet waar, zeg. Ah, ja, maar daar zit nog een speld in hier, ze. Dat zie je toch? Die donder mag me zo niet zien, hè. Deur zal op slot zijn, zeker? Ja, kom.
We gaan op 9e. Ja, beste. Wacht. We gaan er niet meer. Maar enfin, Murama, ze waren... Alles is goed om je goed te voelen. Waarvoor is dat nu? Ze waren toch niet weg, zeg. Op zee, dat gaat toch een beetje ver, hè? Dat is exhibitionisme. Ja, nee, ik kan het uitleggen. Niks ga je uitleggen. Wat hadden we afgesproken? Nou, het is waar. Huur ze. Dat is wat anders, hè. Lassen. Nog niemand een hand zien aantrekken? Ja, wel per se, maar niet hier. Ik trek een hemd aan waar ik wil. En wanneer ik wil. Ja. Als ik het nodig vind. En wie dat je... Oh, ja. En was het nodig? Ja. Kom, mijn stropdas. Oh, amai. Heb je het neef gestoken? Ja. Van binnen en van buiten. Pataat. Allee. Het zal gedaan zijn, hè. Met uw afgezante op mij af te sturen. Om mij te komen beledigen. Waanig hoffelijk van u, Paul. Vind ik ook. Het was nog de duiven zo goed. Waanig hoffelijk. Hoffelijk. Wat is dat hoffelijk? Al dat gaan niet zaad, dat is hoffelijk. Tja, maar voor één keer mijn verstand gebruiken, hè? Ja, dat zal dan niet vet zijn. Met waanige dat je hebt. Ik zal maar doen precies of ik heb niks gehoord, hè? Ja. Je mag niet te ver gaan, hè. Stop ze. Dan lassen. Excuseer, directeur. U hebt wel veel verstand. Wat we er allemaal niet moeten voordoen. Oh, la 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 la. Middag allemaal. Middag. Hoeveel dossiers zijn er al afgewerkt? Zeg per se, als je denkt dat niet roepen, Jean. Niet roepen tegen mij. Beleefd blaven. Niet waar, heren? En ze hebben nog gezien de laatste tijd? Dat geldt ook voor u, van hier. Oh, per se, zeg. Jongens. Op mijn kantoor brengen. Oh, nu? Nu. Kom. Ik wist dat je dat ging doen, hè. En kom. Die heeft precies een gedaanteverwisseling ondergaan, hè. Nee, zo god dat hier niet aflopen, hè. Het is terug begot. Hier, Sint-Marke, mijn officiële aanstelling. Herindings vanaf de 1 januari. Ik ook vanaf de 1 januari. Tja. Hoi. Oh, god, er zijn ze allemaal. Kenden we nog? Ja, zeker. Nog niks veranderd, hè. Oh, gaat toch ook niet, hè? Nee, ik zit nu nog maar pas binnen of ik zit al in volle en bras. Allee, hier, sergeant. Is dat een officieel mutatie of nee? Maar de man is helemaal officieel zien. Ja, het zal niet die eerste en ook niet de laatste toen het uit zijn van die klungeres van de personeelsdienst. Och, meneer Grijssel, hoe is het met u? Goed, dank je. Maar ik ben wel gekomen om koffie te drinken. Ja, de vraag is naar wie van ons twee gaat dat je geven. Hè? Wie van ons twee is hier de officiële en wie van ons twee is hier de stomme tijd. Dat zullen we dan eerst moeten uitvechten. Ga, Pazek. Wat? Ga, zit de stomme tijd. Pazek ik dat toch? Oh, daar kun je gewoon dat briefje toch niet zingen, hè? Manneke. Charlotte. Wel, misschien is het wel zo dat jullie allebei samen aangesteld zijn. Nee, dat kan dan ook niet, meneer. Ik weet zelfs niet hoe dat gaat, want dan zou ik moeten op de hoogte zijn dat ik hier de bozin ben met personeel. Ah, nee. Ga niet boven muizen, hè. Vind je, als je hier blijft, onder mij, hè. Koffie, alsjeblieft. Zeker, meneer, zeker. Hier ga je. Ik heb hier altijd gestaan, hè. Van voor en uit. En ga daar, hè. Om de spulbak. Afwassen. Centjes teruggeven en beleef ze met de mensen. Hè. En niet klappen met de klanten, want converseren dat is ook mijn zaak. Hè. Dat is niet precies. Hè. Ik stem bij ons Mina in mijn eigen keuken. Maar klaar dat zo, man, niet zo. Oh, nu een spulbak, jongen. Mergen, hè. Ten leste overmergen. Gooi hier en ik daar. Niks van aantrekken, mannen. Laat hem maar klappen. Morgen is dat over. Misschien vandaag al. Voilà. Oh god, wie is er dan weer een uur en oog geslagen? Het is een bode. Ze zal in de hoge wereld terechtkomen. Maar hij heeft nog geen kostuum. Als hem de rest maar reden. Nee, jongen. Contact met de buitenwereld, telefoon aannemen, dat is ook mijn rayon, hè. Zo. Hallo? Hier de cafetaria van madame Arabelle. Ja, hier, 10 pond. Ja, ik ben terug, hè. Ja, ter tijd, hè. Ja. Oh, een koffertje bij u.
goed. Oh, ja. In de bureau van de generaal-directeur. Wat doet die daar, zeg? Vervangt 14 dagen de directeur-generaal, ja. Dat is een mop, zeker? Nee, nee, maar we kunnen er een van maken. Hè. Maar liefst. Dank je. Voilà. Nog altijd een teken voor u, juffrouw Pauws? Ja, dank je, Arabel. En voor Henk een koffie. Henk, oeh, een mooie naam voor één bode, hè? Ja, dat ben ik maar tijdelijk, mevrouw, om toch iets te doen. Hij is kernfysicus. Oho. Ja, voorlopig vind ik geen werk, maar als de volgende kweekreactor er komt, er is mij beloofd dat ik daar terecht kan. Zeg, Jepin, die kweekdinges waar dat me over heeft, is dat zo wat ik in mijn gazet gelezen heb van die proefboosbabies? Dat je toch verrast en overgaan. Geef nou altijd licht door wat ik juist niet ontvissen ben. Ja, maar waarom laat je ze mij niet vangen? Ik heb meer geduld. Hier in Doekske. In Doekske zeg ik. Dat je toch. En al de 20e keer dat hier klaar een octopus mij ontglipt. Dat is geen octopus. Nee, is een walvis. Zeg, je moet die zien. Die is maar een centimeter groot, hè. Mijn einde steekt. Verding. Pas op, ik heb hem. Pas op. Hier, geef dat licht. Zo. Voilà. Hij is er niet waar? Dat je alleen op de grond? Waar? Pas op, getrapt er bekend op. Wat is rond de moeder van hem zien? Ik durf daar met mijn handen niet aankomen. Kunnen we dat aquarium nu met vissen en al niet naar het kantoor van de directeur-generaal brengen? Wie levert dan een aquarium met water en planten en vissen en alles in? Zo, pas op. En zo. Easy. Eindelijk. Amai, is het allemaal zo moeilijk te vangen zijn? Is het weer vanavond om 8 uur nog? Oh, maar dat geeft niet. Ik heb mama verwittigd. Wat is dat er? Wie zijn u? Brandwacht, nachtwacht, wat gebeurt er? Gebeurt hier niks? Ja, we zijn de vissen. We zijn de vissen aan het verzuiveren. Met een pilaan? Oh, ja, het groot licht is afgesloten, hè. Hallo, zegers. Dat zit er hier naar rood dat er hier een diefstal aan het gebeuren is, hè? Wat doet die frigo er aan de lift? Die moet ook naar boven. Ja, we zijn aan het verhuizen. Je bent aan het stelen. Nee, we zijn niet aan het stelen. Bewaas dat is. Hoe kan hij iemand zijn eigen vissen stelen? Ik wacht op bewazen, ja, bewazen heb ik er niet van, hè, jongen. Facturen heb ik er ook niet van, hè. Aha. Zeg eens, manneke, ik ben directeur Tinkpont, hè. Dat is in mijn eigen bureau, hè. Bewazen. Ik ben verrast over. Is je mijn identiteitskort? Ja. Denkt je, dat is... Allee, kom. Geef dat maar aan mij. Kom. En die vanavond ook. Ik blijf verbaasd dat hier een diefstal plaatsvindt onder zeer verdachte omstandigheden, hè. Hela. Niet ontsnappen, hè. Geen poging tot ontsnapping, hè. Moet ik dat rapporteren, zo, hè? Diefstal van een aaskas met aquarium, met inhoud, hè? Weet je wel dat je voor een ridder staat in de kroenorde van Leopold? Dan te bieden? Bewazen. Bewazen, ze. Charo, zie ik het, hè? Ja, ik zit hier op de 25. Ik heb er 2 te pakken. Een kleine grazen met veel tamtam. En iemand die doet of dat hem een Hollander is. Pardon. En nu zijn Leopolds orde. We mogen toch niet te ver gaan, hè? We hebben het geld, hè, Verrestenhoven. Hij staat er. Ja, maar er zijn toch 3 visjes in de slag gebleven. Diefstal. Maar er is een rapport naar het kabinet, hè? Ja, het kabinet. Ze zullen er eens goed mee lachen, ja. Ja, maar de directeur-generaal zal het toch ook te weten komen? Van de directeur-generaal heb ik geen schrik. Oh. De Jan. Ja, binnen. Ah, de pisser. En Yves? Ik kom u het goede nieuws brengen dat al onze achterstand is ingelopen. Hè. Oh. Alle dossiers zijn bijgewerkt. Hè. Oh. Hard gewerkt vandaag. Meesterlijk. Ja, en dan uit sympathie kwam ik zoiets. Goeiedag zeggen. Hè. Dan mag ik misschien terug mijn oude plaats. Ja, Verrestenhoven. Ja. Ga met opnieuw beginnen knoeien. En de 2 tijdelijke? Ja, die zet ik bij gaarsels. Ja, binnen. Directeur. Ah, Vanille. Ja, ik was hier nog nooit geweest. Ik dacht, ik moet toch eens gaan zien in de burcht van het gezag. Foto maken voor mijn boek, hè. Ja, al wat je wilt, Vanille, maar geen foto's, hè. Dat gebeurt, directeur. Voor zijn boek. Ja, wat nou weer? Ja. Dat was de bloepers. Excuseer. Ik kom ook even een bezoek brengen, uw haar. Beleefdheidsbezoek. Oh, je hebt daar een frigopool. Ja, per se. En een aquarium ook, zie ik. Zeg, per se, kom mee. Ga weten dat de vork in de steel zit, hè. Nee. Dan geen komedie spelen, hè. Nee, ik weet van niks, Paul. Excuseer. Ja, mannetjes, wat is dat nou allemaal vandaag? Wie is...
Dorsi, Dorsi. Een koffieken, meneer de directeur. En een sandwichken, hè? Het is precies een complot, hè? Allee, kom binnen. Allemaal. Kom, Chris. Ja, het is ook een speciaal vandaag, hè? Ja, zeker. Mensen krijgen niet alle dagen zo'n brevet van de kroonorde van Leopold II. Ah, ja, het is in orde, het is in orde. Dankjewel, zijn mannetjes. Zie je, mannetjes. Wat is er dan nog nooit iemand zien eten? Zo, ja, maar niet hier, hè, Paul. Ja, oh god, ja, we zullen misschien bij de directeur rustig laten eten. En ja, ja, kom, laat ons even in de zetels gaan zitten. Nee, nee, mannetjes, alsjeblieft, maar niet in die zetels, hè. We gaan hier geen café open, hè, verresten over. Ja, kom, dan zullen we ons een beetje beleefd afwenden, nietwaar? Ja, kom. Ja, per se tracht een beetje met uw voeten te spelen, ja, ik vuur het wel, verresten over. Ja, ja, zijn gezondheid is erop vooruit gegaan, maar zijn karakter is er niet op gebeterd, hè. Zeg, verresten over, alles in orde, voor de viering, zelfs, van mijn een brevet, het vierste, ja. De flessen. Alles is klaar. Allee, dat is wel. Ja. Och, we graag compleet. Meer dan compleet. Excuseer, directeur, ik wist niet dat iedereen hier... Ja. Van het kabinet, ik ben geopend. Dat is niks, meske, dat is niks. Dat is, oh, dat is de brevetten, hè. Dat is het vierste. Ja, ik heb ook zo'n missieve gehad. Ah, dat toch geen moeilijkheden? Een beetje pijnlijk, hè? Na die diefstalhistorie van gisteravond. Oh, ja. Ja. Het kabinet heeft besloten zijn Leopoldsorde in te houden. Voorlopig, ja. En daarboven moet ik de directeur-generaal vervangen. Ja, ja, ze hebben natuurlijk liever iemand die het algemeen beschaafd, hè? Een beetje kent. Ja, dat staat allemaal in de brief. Pijnlijk, hè?